Dag dames en heren, welkom in de orangerie van het prachtige slot Zeist bij de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Dit is de 8e editie van Even voor Zeven. Op initiatief van het Zeister Mannenkoor hebben alle koren in Zeist op 26 maart op Belcour het Oekraïens volkslied gezongen. Het Oekraïens volkslied is een prachtig, eenvoudig lied, makkelijk in te studeren. Voor de deelnemers was de tekst fonetisch beschikbaar. Natuurlijk waren ook het ASZ-koor en het Meezingcafé aanwezig. Iedere maand valt het ASZ-magazine bij de leden in de bus. Bij een aantal van 1550 leden is dit wel elke maand weer een hele klus. ASZ heeft 40 bezorgers en zonder die trouwe bezorgers zou ASZ flinke kosten moeten maken. Ad Bakkenes die coördineert de distributie. De drukkerij die bezorgt ze bij Fred Manschot. Die zorgt weer dat ze bij Nicole komen en Nicole handelt verder alles af. Bij de totale distributie zijn een kleine 50 mensen betrokken. En vroeger ging dat met één doosje naar mij toe, thuis. En dat bracht ze dan op de fiets. En nu is het een auto met 6 of 7 grote dozen. De dozen worden hier op tafel gezet. En dan komt Marianne, een andere vrijwilliger en een vriendin. En dan gaan we sorteren per wijk. 43 lijsten, dat betekent 43 bezorgers. De adressen zijn gesorteerd op postcode. De wijkcoördinatoren zorgen dat de magazines bij de bezorgers komen. Carla Klein heeft een dubbelrol. Ze brengt pakketjes naar de bezorgers en daarnaast heeft ze zelf ook een bezorgwijk. Carla is een van de wijkcoördinatoren. Ik zet voor haar de doos buiten. Nou, dan laat ze haar magazines in de scooter en dan rijdt ze naar de bezorgers toe. Nou, de wijken die verschillen wel van grootte. Dat kan oplopen van 20 tot 70 magazines per bezorger. Een van de bezorgers is de 95-jarige Miel Roelofs. Ze bezorgt 58 magazines in de buurt van haar huis. De bladen die ze overhoudt, die gaan naar de bibliotheek. De maandelijkse distributie van het ASZ-magazine is een geoliede machine. Als er op donderdagmiddag, als wij gaan sorteren, dan hebben de mensen vrijdag of zaterdag uiterlijk hebben ze hun magazine in de bus. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die houden rekening met een weekendje weggaan, dat ze niet op de data gaan als de bezorging is. Ik denk dat de mensen hart voor ASZ hebben, de vrijwilligers. En bovendien is het ook gezellig hoor, als Marianne komt. Ik maak een kopje thee en we kletsen wat. 12 en eentje extra bij. Op het ogenblik zitten we een beetje met het probleem dat de bezorgers die we altijd gehad hebben, de afgelopen 12 jaar of 10 jaar, dat die ook wat ouder worden en daar haken er een paar van af. Dus we zijn nu met bezig om een omslag te maken dat we wat nieuwe mensen erbij krijgen. Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het rampjaar. Op school hebben we geleerd dat het volk redeloos de regering
radeloos en het land reddeloos was. Het rampjaar is het jaar 2022, 350 jaar geleden. En daar wordt dit jaar bij stilgestaan. Naast mij zit Peter de Lamar. Peter, wat is jouw rol hierin? Ik ben actief voor Geheugen van Zeist. Dat is de erfgoedkoepel in de gemeente waarin liefst 11 organisaties samenwerken om de mooie verhalen over de historie te vertellen. En dat kan op allerlei manieren, publicaties, rondleidingen, exposities. En dit jaar zijn we ook kwartiermaker van alles wat plaatsvindt in het kader van deze rampjarendenking. Maar even ter opfrissing van ons geheugen, want we kennen de uitspraak wel. Wat is het rampjaar? Help mij. Ja, dat is het jaar 1672. En Nederland had toen een aantal decennia vol voorspoed achter de rug, de Gouden Eeuw. En het was eigenlijk in één keer voorbij, toen we werden aangevallen door de troep onder leiding van de Franse koning Lodewijk XIV. En eigenlijk markeert dat jaar dus echt een kantelpunt in de historie van de Republiek en het huidige Nederland. En als we nou kijken naar Zeist, heeft het nog invloed op wat er in Zeist gebeurde? Of heeft het nog invloed? Nou ja, meer dan je zou verwachten. Want Zeist was natuurlijk in die tijd een heel klein plaatsje. De oude kerk, misschien de dorpsstraat met wat handelslieden en boeren. En toch is het heel even in juli 1672 het centrum van de wereld. Als de grote zonnekoning Lodewijk XIV hier een aantal dagen met zijn gevolg verblijft. Er zullen een aantal activiteiten zijn, neem ik aan. Ja, met dank aan heel veel partners. Zo hebben we deze maand een expositie in de bibliotheek. Dat is een landelijke tentoonstelling die rondreist en wij hebben de première. We hebben ook een aantal lezingen gehad, we hebben een boekpresentatie gehad. Het Gilde gaat een speciale rampjaar rondleiding houden dit jaar een aantal keer. We hebben een zomeravondlezing van de zomerschool. We hebben in oktober een cultuurbelevingsroute waarin we op een aantal plekken die nog herinneren aan het rampjaar in Zeist iets van theater en vermaak gaan aanbieden samen met Cultuur Zeist. Er komt in november een groot concert van Stichting Slotconcerten met medewerking van Geert Mak en Concert uit Amsterdam. En dat is nog een greep uit het programma. Dus we proberen echt in Zeist invulling te geven aan dit bijzondere feit. Eigenlijk volop keuze. Is er nou eentje waarbij je de kijkers zou kunnen zeggen, laat dat niet aan u voorbij gaan? Nou, dan is dat denk ik die belevingsroute van 8 oktober. En daarin proberen we echt een aantal locaties die in Zeist nog herinneren aan dat rampjaar voor het voetlicht te brengen. En dat zijn er denk ik drie. De Oude Kerk, dat gebouw, dat is van na het rampjaar. Maar de toren, die stond er al in 1672. En ook de zerkvloer in de kerk, die was er toen al. En als je goed kijkt naar die grafstenen, dan zie je daar scheuren in zitten. En dat komt door de Franse soldaten die destijds een bivak opsloegen in die kerk. En die hebben vuurtjes gestoken om warm te blijven. En die warmte, dat is in die stenen gaan zitten en die zijn gebarsten. Dus dat is nog echt een tastbaar spoor aan het rampjaar. En naast de kerk, daar stond Villa Bogaerslust. Die later is verbouwd tot Villa Veelzicht en op de plek stond van het huidige politiebureau. En dat was de plek waar de grote Franse zonnekoning, misschien wel de belangrijkste man ter wereld, in juli 1672 een week heeft gelogeerd in de woning van de weduwe van de schout. Dan hebben we ook Blikkenburg. Dat zullen veel mensen kennen als witte buitenplaats achter het slot. Maar wat veel mensen niet weten is dat er op het weiland tussen die buitenplaats en de huidige boerderij echt een middeleeuwse ridderhofstad heeft gestaan. En de bronnen zijn niet helemaal eensgezind, maar we vermoeden dat dat kasteel door de Fransen in de brand gestoken is bij hun terugtocht. Net als bijvoorbeeld als bij Amerongen. En de derde locatie is het slot. Dat is een beetje een flauw, want in alle eerlijkheid, het slot is van net na het rampjaar. Maar er is wel een verband. Want het land lag helemaal in puin na het rampjaar. En de Staten van Utrecht hadden natuurlijk grote behoefte aan mensen die voor eigen rekening en risico lustorde wilden bouwen om het land weer in volle glorie te laten herrijzen. En Willem-Adriaan van Nassau-Oudijk was met zijn plannen voor het slot zo'n vernieuwer. En het tweede verband is dat Willem III, stadhouder, die een soort beschermer was van Willem-Adriaan, die vond dat de Staten van Utrecht zich wel heel makkelijk aan de Fransen hadden overgegeven. Dus toen er een bedrag moest worden bepaald voor de grond voor het slot, waren de Staten wel geneigd daar soepel mee om te gaan als goedmakertje naar Willem III. Dus als je het wil zien, dan is er nog van alles te zien in Zeist wat herinnert aan het rampjaar. Alle informatie over de activiteiten van rampjaar 1672 zijn te vinden op de site www.geheugenvanzeist.nl. En ook in het ASZ Magazine, waar je regelmatig publicaties vindt over dit onderwerp. ASZ heeft 40 activiteitencommissies die activiteiten van ASZ organiseren. Zoals fietsen, wandelen, dansen, koffieuurtjes, lezingen enzovoort. Elk jaar komen de coördinatoren bij elkaar in het Torenlaantheater.
Voorzitter Lia van Dijk legt toe wat het belang is van dit coördinatorenoverleg. Er is uitgekomen dat ontmoeten van elkaar het belangrijkste is. Daar komen de leden voor. Ze willen plezier hebben met elkaar. Ze willen met elkaar in gesprek. Ze willen gewoon met elkaar zingen, jeu de boule, koffie drinken. Ze willen ook iets serieus. Luisteren naar een lezing met een heel mooi inhoudelijk onderwerp. Of lid zijn van een filosofieclub. Binnen ASZ zijn al die activiteiten zeer divers. Er is voor iedereen wat. Wat gebeurt er met de uitkomst van het coördinatorenoverleg? We zijn nu een nieuw beleidsplan aan het maken. Klinkt heel formeel, maar dat hoort er wel bij. Dat gaat naar de algemene ledenvergadering. Dat we nog meer inzetten op verschillende activiteiten. Nog meer inzetten op hetgene wat de vrijwilligers in deze club doen. Want daar draait het om. Zo, dat was het voor deze maand. Vergeet niet het magazine te lezen of op de website te kijken www.seniorenzeist.nl en zoek dan leuke activiteiten uit. Gewoon doen! Op 1 mei zijn we er weer met een nieuwe Even voor Zeven. Tot ziens!